En nu heb ik Ikan Nanas, noemen wij. Dat is ook onze geheim recept eigenlijk, van mijn oma. En, maar ik wil graag jullie leren hoe dat moet, oké? Dan ga ik eerst 3 shallotjes heb ik hier. En ik heb 30 gram Laos, 25 gram kunyit. En het terrassi ook 15 gram. En asem heb ik 25 gram. En een stuk of 4 of 5 salamblaadjes en tomaat. Dan gaan we weer eens malen. Ik alles in de stafmix. Was vergeten, peper. Ook 1 peper. Spaanse peper. Als je van een beetje pittig houdt, dan mag je ook 2. Maar anders, eentje is genoeg hoor. En 1 vis bouillon blokjes. En ook 1 theelepel paprika poeder. 1 theelepel zout. En 1,5 eetlepel suiker. Vergeet niet, olie moet ook hier zijn. 3 eetlepel. Dan gaan we weer malen. En die Laos moet ook in doen. In de wajan. Dan gaan we weer met olie. 2 eetlepel olie. En nu gaan wij weer bakken. En dan gaan we weer verder bakken. En ik heb het hier ook ananas. Ik gebruik die midden van ananas niet. Dan ga ik in de hele dun snijden, die ananas. Voor in de vis straks. En ik heb hier ook 500 gram zalm. Ananas is ongeveer wat jullie willen hoor. Als jullie denken je van ananas houdt, dat mag je alles in doen. Anders minder mag ook. En 1 tomaat. Met vis kan je ook Victoria bars gebruiken. Of een andere vis die jullie lekker vinden.
Maar voor ons, voor mij, zalm is de beste met dit gerecht. Ik heb hier ook 800 milliliter water. Zoals altijd, dat de kruiden moeten wij eerst pakken tot helemaal gaar en lekker ruiken. Dan gaan we pas de water in doen. Ook de tomaten in doen. Het ruikt ook al lekker, begint te ruiken. Ja, en dan mag je water gooien hier. Het zijn een beetje soepachtige visgerechten. Kan je met rijst eten. Het is de lekkerste natuurlijk. Nu komt de ananas. En nu mogen wij de vis ook in doen. En nu is het klaar. Nu is het klaar. Ik ananas, vis met ananas. En een lekker gaan smullen voor 6 personen.